John, we beginnen met een update over Estelle. Vertel. Ja, ik heb wat meer informatie uit het onderzoek. En het blijkt, wat we hier al hebben besproken, dat ze echt wel iets heftigs heeft meegemaakt. Hè. Flink in elkaar geslagen door 3 gasten die haar hebben opgewacht. En ja, haar horloge onder andere hebben afgepakt. Dat horloge kunnen we hier laten zien. Mm-hmm. Dat is een Rolex, Yachtmaster, gouden Rolex. En ja, de kans is heel groot, dit zijn straatboeven, dat dit ding de komende dagen misschien, of inmiddels al te koop aan is geboden, of te koop aan wordt geboden. Dus het is een vrij uniek horloge. Er zullen niet honderden van in Amsterdam of omgeving zijn. Dus als je zoiets ziet of krijgt aangeboden, weet je in ieder geval dat het mogelijk een gestolen horloge is. Hey John, belangrijk, hoe gaat het met haar? Nou ja, slecht eigenlijk. Ik heb haar kort even gesproken. Over het onderzoek zelf mag ze niks zeggen. Maar het gaat niet heel goed met haar en ik begrijp dat ook wel. Kijk, fysiek, daar kom je al overheen. Ze heeft inderdaad een hersenschudding. Ze is echt wel gewoon behoorlijk de grazen genomen. Ja. Dus ze hebben voor haar gevoel geprobeerd haar echt te wurgen. Omdat ze niet heel snel meewerkte. En, maar dat lichamelijk, dat komt wel goed. Maar mentaal krijg je natuurlijk wel een klap. En zeker als je dan ja, weer ergens naartoe wil waar dat allemaal gebeurd is. Ja. Dan komt dat zeker boven. Maar let dus op dit horloge en als je iets hoort. Overigens nog een heel klein dingetje dan. Dit horloge komt ook van een site waar meer BN'ers hun sieraden tonen. Hm. En ik sluit toch niet helemaal uit. En het zal onbewust bij Estelle misschien zijn gegaan. Maar dat dieven of mogelijke berovers gewoon die site gaan zitten bekijken. Ja. Dus wees alert.